Yo, welkom bij een nieuwe video. Zoals je ziet hebben wij andere brilletjes op. Die hebben wij gekregen van alcoholbrillen.nl. Die hebben we opgestuurd gekregen. Dit zijn wel andere bril. Yes, we hebben drie verschillende soorten. We hebben de lichtste bril. Die is 0,4 tot 0,6 promille. Ja, dat houdt in ongeveer 4, 5 biertjes denk ik. Dat is de tweede. Deze is 0,8 tot 1,5 promille. Dat is 10 biertjes. Dan hebben we de laatste. Die is gewoon zwart. Ja, dat is 1,5 gewoon... tot 2,2. Dan ben je gewoon helemaal nokkie. Ja, je ziet gewoon groen. Dus hey, je hebt heel veel Heineken op. Hallo. Deze alcoholbrillen worden gebruikt als je auto's al gaan rijden. Je kan zien hoe jij auto rijdt als jij heel veel gedronken hebt. Wij gaan dus testen bestellen. Wij gaan het skatepark. Goed doen. Waar kun je die brillen vinden? Bij alcoholbrillen.nl. Kijk hem met zijn koffertje rijden, jongen. Oké, we gaan sowieso eerst starten met de minste. Ga weer maar rijden. Ja. Brilletje nummer 1. Mijn ogen. Dat ziet er zo fucking goed uit. Ik ga flat iets proberen. En conclusie? Heel raar. En dit is nog maar de minst sterk. Besef hoe heftig de effect eigenlijk al is. Oh. Kijk hoe daaruit ziet als ik erin kijk. Dat is gek. Hey, hoe langer je op hebt, hoe moeilijker het wordt, hè? Wow, joh, maat, dat is fucking raar. Je vertrouwt gewoon op wat je. Je vertrouwt op wat? Dus dit was brilletje nummer 1. We gaan nu de andere pakken. Ik vond dit echt al fucking moeilijk. Ja, klopt. Dit is de tweede bril, dit is 0,8 tot 1,5 promille. Dus Willem gaat starten. Oh, mag ik wel starten? Ja. Oei, oei, oei. Hij bevalt niet, maar ik val dadelijk wel. Hup, pak die step. Au! Dit is echt eng. Hoe jij loopt. Ja. Dat was niet serieus. Jawel. Ik wil aanzetten om aan te lopen. Jongen. Ik zou dat hun dit beeld zouden zien, hè. I am the one, yo. Oké, ik ga ook een braai flip doen. Bluff. Dat is echt niet hetzelfde. Yo, wat? Oh, nou, ik krijg het warm van. What the fuck, man? Laten we eens een keer door die bril kijken. What the fuck, man? Hey, is YouTube. Ik kan niet eens mijn hand te goed op. Oh, dit is levensgevaarlijk, man. Wow! Wow, what the fuck! Ik zweer, dit lijkt gespeeld gewoon. Yep. Kom maar, het is echt niet te doen, jongen. Oeh, joh! Oeh, joh! Het is echt sick gewoon, jongen. Dat was bril nummer 2 waar ik al bijna onmogelijk vond. Bril nummer 3, dus volgens mij 1,5 tot 2,2. En dit is gewoon zwart bijna. Oké, dus ik heb nou de derde bril op. Oké, ik weet dus niet precies waar je staat. Volgens mij hier. Oh, ik raak hem al aan. Ja. Bijna niks. Het is groen. Oh, dat is water. Op de pas. Wow! Ja, dude. Nee, dat is echt niet normaal. Kunnen we het ook doen? Ja, kom op. Het is gewoon, je draait zo snel dat je gewoon niet meer weet waar je bent. Je begint wel onder controle te krijgen. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Ik zie wel helemaal niks. Stop het ermee, nee, oké, nog één keertje, ja. Oh!
Dit is wel prima, denk ik. Kom ik in de video. Nu wel. Yes. Strijder. Wat ik vind is dat dit echt fucking lijp is, maat. Ik vond die eerste bril al heftig. Die tweede bril kon amper al gewoon rijden meer. Willem deed echt nog gek. Bij mij was het echt een drama. Ik heb die derde bril niet eens gedaan. Deze video is mede mogelijk gemaakt ook door alcoholbrillen.nl. Dus wil je dit nu ook testen of wil je dit aan je scholen presenteren? Klik op de link in bio. We hebben allerlei brillen in verband met alcohol, drugs, etc. Super fijne mensen. Dankjewel nogmaals naar jullie. Koek koek. Hey, tot de volgende video. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder. Laat een berichtje achter. Ja, een berichtje achterlaten, zoals Kevin zegt. Zie je bij de volgende video. Houdoe. Doei.